Nou, het verhaal van Orpheus is natuurlijk, zeker als je met opera en muziek bezig bent, een van de meest iconische verhalen uit de mythologie, die daarom ook in ontzettend veel opera's is getoond. Het vertelt het verhaal van de zanger Orfee, die met zijn zang eigenlijk zelfs de wilde dieren en de goden eigenlijk zijn wil kan opleggen, omdat hij ze allemaal zo diep weet te raken. En dat is natuurlijk ook het doel van elke zanger uiteindelijk, om de luisteraar op die manier te kunnen raken. En in dit verhaal gaat hij eigenlijk trouwen met het meisje Eurydice, wat hij heeft leren kennen, een nimf. Maar zij sterft omdat zij gebeten wordt door een slang. Maar daar is hij zo verdrietig over dat hij wil haar terughalen uit de dood. En hij gaat dan zijn vader raadt hem dan aan van: nou, ga naar de onderwereld, want je kunt nu zo mooi zingen en gebruik dat. En in die onderwereld zingt hij zijn klaagzangen voor Pluto, de god van de onderwereld. En die bezwijkt inderdaad, ook geholpen door zijn vrouw Proserpine, die half nog in het leven en half in de dood staat. Dus die ook wel terug zou willen misschien. En uiteindelijk mag hij dan terug, maar zegt Pluto, je mag wel terug en ze loopt achter je aan, maar je mag niet omkijken. En hij kijkt om. En dat is het verhaal van Orpheus en Eurydice. En ik kan niet uitleggen waarom, maar altijd tranen schieten in je ogen als die omkijkt. Dat is altijd in elke voorstelling, ik heb er nooit anders meegemaakt. Dat is zo'n emotioneel moment. En ik denk dat je dat ook heel erg linkt aan al je eigen momenten waarop je het op het allerlaatste moment verneukt hebt. Weet je wel, dus dat ging mis. En ook gewoon dat je ergens het onbestemde gevoel hebt dat als je afscheid van iemand hebt genomen of iemand is overleden, dat je denkt, had ik nog iets kunnen doen of zo. Ik denk dat dat allemaal in dat moment gevangen zit. Mm.